Zo, goedemorgen allemaal. We lopen weer in het park. En ik zag toevallig in onze app wat dingen voorbij komen over honden die nogal graag trekken. Eigenwijs zijn, uitval aan de lijn. Nou, echt uitval aan de lijn doen mij dus niet. Maar ik denk, joh, laat ik Medusa eens eventjes aan de riem doen. Pandora, we gaan niet op je zusje rijden, omdat ze aan de riem zit. Want Medusa, die is eigenlijk niet gewend, die loopt eigenlijk altijd onder een, zo, vaak nog op de achterpoten, trekt veel. En is nooit goed aangeleerd dat ze naast moet lopen. Nou ja, het is een kleine hond, waar heel veel kracht toch nog in zit. Ik sta er soms los van te kijken. Als ik er een 7 aan de lijn heb en dan is Muisje degene die eigenlijk de meeste kracht produceert om te trekken. Maar ja, maakt het niet uit, want ja, Muisje hou ik lachend. Ja, bij mij heb ik, als ik een 7 aan de lijn heb, hou ik ze lachend. Ook al vallen ze een uit naar een andere hond, dan hou ik ze lachend. Maar het is soms, en vooral met de reuien, wel een uitdaging om gewoon lekker relaxed te wandelen. Zoals je ziet zit zij eigenlijk continu wel onder spanning met de lijn. En hoe gaan we dat dan makkelijk afleren? Nou, ik begin met de riem. De riem zit nu halverwege de hals. Ze kan makkelijk trekken. Niet de positie waar je de riem wil hebben. Als je een hond naast je wil hebben lopen. Ik geef de riem, ga ik eerst even op de goede plek zetten. Zo, wat heb ik met de riem gedaan? De riem heb ik vlak achter de oren gedaan. Je ziet, dat is een trekvraag. De riem vlak achter de oren. Dan heb je al, als je ietsjes omhoog tilt, weet je gewoon van, hey, dit moet gewoon rustig zijn. Hele korte correctie, verder een losse riem. Als je vlak achter de oren zit, gaat het al een stuk beter. Maar kijk, ze gaat de verkeerde kant op. Als ik eventjes draai met Medusa, als ze voor me gaat, dan gaat ze mij in de gaten houden. Je ziet dat ze gewoon continu gaat opkijken. Van, hé, waar verdraai je nou? Ja, ik wil die kant op lopen. Dus, en ik wil niet continu heen en weer. Trek. Ik doe maar 2-3 stappen terug. En ik probeer 5 stappen heen te gaan. Als je naar 5 stappen weer voor me loopt, draaien we. Op het moment dat ze binnen die 5 stappen, geef ik er soms eventjes een kleine correctie omhoog. Nu gaat ze netjes. Hier gaat ze te ver. Verkeerde kant, dat wil ik ook niet. Ik wil er even aan de goede kant houden. Ze is erg enthousiast. Ze zijn altijd enthousiast. Nee, ik wil even niet dat je gaat ruiken, schat. Ja, je mag zo meteen wel weer los. Goed zo, schat. Dat is braaf. Nou, ik heb de riem eigenlijk aan de los van mijn broek zitten. Hoe minder contact jij hebt eigenlijk met de riem, hoe beter een hond luistert, want je geeft veel minder energie door. Dus ik heb de riem aan de broek. Op het moment dat ik dan
Heb ik nu gewoon mijn handen los. Ja, ik rook, dus dan kan ik mijn checkje draaien. En dit vind ik gewoon prettig. Niet geen reactie. En weer keren. Dus ik heb nu eerst, ben ik gewoon bezig lopen. Kleine correctie omhoog, op het moment dat ze voor me ging. Te ver voor me gingen keren. Nu is het A. En dan reageert ze niet. En daar moet ze wel op gaan reageren. En dat gaat ze vanzelf doen. Muisje weet echt niet wat er voor overkomt. Mijn baasje, ik heb dit nog nooit hoeven doen. Ik heb een aantal van mijn honden, heb ik het wel aangeleerd. De honden wie ik mee de stad in heen. Zoals B. Kan heel goed naslopen. Tisha kan goed naslopen. Frekkel, die loopt standaard naast. Die is te moe om te trekken. Trabbel trekt ook nog wel graag. Daar kan ik het op zich ook mee doen. Maar die weet dit wel al. Die heeft dit wel al geleerd. Dus als ik die 3 minuten aan de lijn heb, loopt ze ook weer keurig. Ze wil even wat plassen, denk ik. Je ziet al in een hele korte tijd dat de riem zelf eigenlijk niet meer onder spanning komt. En komt die onder spanning, vlak voordat die onder spanning komt, keer ik 1,5 stap terug en 5 stappen door. Wil ze het niet op tijd oppakken, kan je altijd nog even een correctie omhoog geven. Dat ze bij hem blijven. Ja, mogen mijn honden op zich wel voor mij lopen. Ik ben niet een Mexicaan die in Amerika woont. Jammer genoeg niet. Want wat die kan, daar ben ik echt wel jaloers op. Maar ja, die energie die heb ik mezelf nog niet eens. Wil ik dat ooit wel hebben. Maar op dit moment ben ik al tevreden. Als ik met 1 of 2 honden rustig aan de liem kan lopen. Maar het liefst doe ik het. Met alle 10. Maar met 10 aan de riem, dat is me nog net even too much. 7 is bij mij een beetje de max. Je moet er rekening mee houden dat je honden moet kunnen houden. Op het moment dat ik 7 honden aan de lijn heb. Dan weet ik gewoon, dat is de massakracht, dat is de kracht die ze hebben. Daar zaten we even op te wachten, schat, ja. Naast. Goed zo, meisje. Goed zo, meisje. Ja, zo ben je braaf. Maar met 2 honden, of 7 honden. Ja, 7 honden lopen voor me, maar er staat niet zo dusdanig veel spanning op. Maar zouden ze uitvallen naar een andere hond, als er eentje gaat, dan gaan ze natuurlijk met meerdere. Dan moet ik ze kunnen houden. En 7 honden kan ik makkelijk houden. Dus ik loop met maximaal 7 honden. Ja, je ging voor mijn voeten, sorry schat. Deze kant. Muis. Maar als je gewoon rustig loopt. En kijk, ze wil natuurlijk spelen met deze. Dat snap ik heel goed. Dan gaat ze zelf wel terug. Als je met 1 hond loopt. Je doet even een kleine correctie. Ik werk trouwens wel met een retrieverlijn. Ik had vroeger altijd tuigen. Met tuigen werkt het ook goed. Als je gewoon continu. Even keert. 3 stappen terug. En weer 5 naar voren, 2 stappen terug, 5 naar voren, misschien 10 naar voren. Maar elke keer als dit gebeurt, je hoeft eigenlijk alleen maar even te keren. En dan
komt vanzelf weer naast je lopen. Doe dit een paar keer. En dan loopt je hond eigenlijk gewoon naast je. Voordat ze dit echt gewoon continu gaan doen. Goed zo. Ben je natuurlijk even zoet. Je moet dit regelmatig gewoon oefenen. En uiteindelijk, ja, dan hebben ze wel zoiets van, dan blijf ik al naast je lopen. Lilith, B, Freggel, Pandora, Tisha, die kunnen dit heel goed. De ander is het gewoon niet aangeleerd. Ja jongens, ik loop gewoon niet veel in de riem. Ik loop bijna nooit in de riem. Goed zo. Ik loop bijna nooit in de riem. Het is dat het hier in het park het eerste stukje in de riem moet. Dan zitten ze in de riem. Als ik hier helemaal ben, dan gaan ze toch allemaal los. Maar zoals Muisje, ja, daar weet ik gewoon van, joh. Die trekt. Maar ja, dat ding, ze weegt 18 kilo. Hele kleine hond voor ons doen. Ja, dus dat die trekt, dat heeft me nooit gestoord. Want het is gewoon een veertje en een lijntje. Hé? Ja. Kijk, zou B trekken. Heb je een hele andere hond. B is net zo groot als, als sommige reuien. Er zijn reuien die veel groter zijn. Maar B heeft gewoon kracht. B is een sleedhond. Staat voor de step. Dus die weet gewoon hoe ze moet trekken. En dan heb je gewoon veel meer aan A. Ik wil ze niet meer keren, want ze wil gewoon door. Dat maakt niet uit. Ik wil dat ze naast me loopt. Reageert ze nu op zich al op mijn stem. Want ze gaat nu, ze gaat niet even naar voren. Hier gaat ze. En dan komt ze weer terug. Dus ook op mijn stem heeft ze nu door. Van joh, dit mag niet. Nou, om de hele tijd te zeggen, daar heb ik ook geen zin in. Dus, op het moment dat ze te ver naar voren gaat, hier al. En dan keren we weer. En we keren weer. Want ik wil naar voren toe, niet naar achteren toe. Maar om een hond op een makkelijke manier te laten begrijpen dat ze niet in de riem mogen trekken. Ja, vind ik dit de makkelijkste manier. 2, 3 stappen terug. 5, 6 naar voren. En ze loopt nu wel iets voor me. Maar dat vind ik zelf niet erg. Een hond hoeft mij nu nog niet achter me te lopen. Trabbel leer ik om achter me te lopen. Doe ik eigenlijk op dezelfde manier. Alleen dan corrigeer ik dus eerder. Ga ik eerder draaien. Op het moment dat ze me voorbij gaat, draai ik. Goed zo, muisje. Goed zo. Maar verder blijft deze methode voor mij gewoon hetzelfde. Werkt goed, muisje. Goed zo. Het is wel komisch eigenlijk hoe snel dit werkt, want alsjeblieft, schat, je doet het hartstikke braaf. Dan weet ik gewoon, als ik er nu aan de riem gooi met nog 5 anderen, ja, dan trekt het gewoon weer net zo hard. Dit is heel makkelijk aan te leren met 1 hond. Met 2 honden zit je al in de knoop. Met 7 honden is het gewoon drama. Heel simpel. Maar het is wel te doen. Alleen daar moet je energie in steken. Wat ik gewoon zelf niet doe. Ik ben snel tevreden met mijn honden. En nou, daar loopt Trabbel. Ik dacht ik een hond worden blaffen. Maar, zo te zien ben ik niks kwijt. Want ja, omdat ik gewoon weinig aan de riem loop, hoeft het voor mij niet. Maar de mensen die in de stad wonen, in een druk dorp wonen, of gewoon niet voor Jan Lul achter een hond aan willen rennen, is dit gewoon de makkelijkste manier. Riem. Nou ja, ik heb hem als een lus aan mijn broek zitten.
Hey, Pandora, ga eens van je zusje af. Pandora. Goed zo. Dus ik heb de riem zelf niet vast. Dat scheelt gewoon qua spanning. Muis. Goed zo, muisje. Dat is braaf. En op het moment dat je hond geen strakke lijn heeft, is het goed. Maar je moet natuurlijk wel, als je weet dat je hond ineens kan uitvallen omdat hij een andere hond ziet, een haas ziet. Ah, moet je natuurlijk je hand bij de riem hebben. Op het moment dat, dat ze wel gaan. Want ja, dat dingetje van mijn broek, dat scheuren ze er zo af. Dus maar ja, weet ik dat muisje dat niet zal doen. Muisje, goed zo. Ik wil gewoon rustig kunnen lopen met mijn hond, zonder spanning. Dus wat doen we? We doen de riem vlak achter de oren. Met de retrieverlijn kan ik hem daar redelijk vastzetten. Niet te strak natuurlijk, want je wil altijd je hond adem kunnen halen. Maar ja, op deze manier. Ah. Rustig kan lopen. Ah. Zonder dat de spanning op die lijn komt. Ze is rustig. Ze loopt wel wat voor me. Kijk, nu gaat ze trekken. En het is niet iets wat in een dag opgelost is. Want ze zullen altijd weer even proberen. Ah! Maar doe jij dit gewoon dagelijks met je honden, dan gaan ze vanzelf heel strak naar je lopen. Gaan ze je gewoon netjes volgen. Zo kan ik ermee door de stad lopen. Zo kan ik eigenlijk overal met mijn honden naartoe. Zonder dat ik zelf de riem vast moet houden. Zij heeft nog niet gerend. Ze wil heel graag rennen. Ik denk, als ik nou eerst een uur laat rennen, ik ga het dan doen. Ja, dan heb je het effect niet. Dus ik wil dat ze rustig wordt, terwijl ze eigenlijk vol met energie zit. Het is 17, 18 graden, het is nog 's ochtends vroeg. Een heerlijke temperatuur voor hun nu nog om te lopen. Over 3 uurtjes dan is het alweer te warm. Dat wil ik niet. Dus we lopen lekker vroeg. Maar ja, we lopen natuurlijk altijd vroeg. Ja, jullie, mijn oma is zo te zien weer loops aan het worden. Bodie en Pandora. Muis. Maar probeer dit gewoon eens uit. 5 stappen voorwaarts. Op het moment dat ze hier te ver voorbij gaan of de lijn bijna onder spanning staat. Zoals dit. En dan keer je gewoon. En je hoeft niks te zeggen. Je kan natuurlijk, op het moment dat je ziet dat ze naar voren gaan, even of weet ik voor wat voor geluidje maken. Dat ze gaan begrijpen van hey, dan moet ik remmen. En doen ze het niet, keer je weer. Ben je continu aan het zeggen, ja, dan moet je gewoon vaker keren. Want het is juist de bedoeling dat ze jou in de gaten gaan houden. Nou, zie je dat muisje eigenlijk weet van, oh, als je keert, gaan we toch meteen terug. Ga ik even een stukje langer. Een paar stappen terug. Dat ze wel het besef houdt van, nou, ik moet bij jou blijven. En het is niet dat ik alleen een rondje draai. En daarna gaan we weer door. Hé, muisje. Ja. Zo, we hebben Bodie even aan de riem. Nou, zoals je ziet, Bodie is gewend om netjes naast te lopen. Dit werkt niet, Bodie. Ah!
Bo die is gewend om aan de riem te lopen. Bo die is gewend om naast te lopen. Ja, Bo die loopt natuurlijk altijd aan de riem. Dus bij Bo die gaat dit super goed. De riem zit gewoon nog steeds aan mijn broek. Ah! Kan Bodie uitvallen naar een andere hond? Ja, die ga ik op dit tijdstip gewoon niet tegenkomen. Maar ik heb Bodie ook door de stad al gehad. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Hetzelfde principe. Riem aan mijn broek. En gewoon rustig lopen. Op het moment dat ik te ver ga, dat hij te ver gaat, keren we. Hij loopt hier prachtig. Ah! Hij loopt prachtig met een gebogen lijn. Geen zorgen om te maken. Even kijken hoor. Trabbel loopt daar, B loopt daar. Dus dat gaat wel goed komen. Ah! Ik zie Bo die heel goed reageren op mijn stem. Ik hoef me eventjes wat te zeggen en dan loopt hij weer naast me. Dus dit kent Bo die echt heel goed, hè, schat. Ja, dit kan je goed, hè. Nou, ik heb Broeders even aan de riem gedaan. Ziet. Deze heeft dat nog nooit gedaan. Tenminste, ze heeft wel aan de riem gezeten, maar trekt ze altijd. Speelt ze aan de riem. Dus die gaan we even helpen. Broeders. Kleine correctie omhoog. Ze moet even gaan begrijpen wat er moet gebeuren. Speelse pup natuurlijk. Ziet de zusje rennen. Snap er helemaal geen ene fluit van. Ah. Ze heeft wel al twee rondjes gelopen. Ze zitten niet in de volle energie. Maar zoals je ziet, zit er nog energie genoeg in. Kom. Ah. Ik wil vooral in het begin dat ze even het rondje om me heen draaien. Ah! Om me heen draaien. Dat vind ik later niet zo belangrijk meer, maar in het begin vind ik dat wel belangrijk. Ah! Los. Pangora, bemoei je er niet mee. Ze wil echt nog even niet. Gewoon even weglopen. Zo. Ah. Goed zo. Ik wil dat je rechts loopt, schat. Zo. Ah. Begint het besef te krijgen. Nou, als ik hier blijf lopen, gaat het toch wel makkelijker. Ze ziet de zusje verderop staan. De zusje staat in het water. Die wil gewoon spelen. Ah!
kom. Kom. Ah, ah. Ah. Kleine correctie aan de riem. Ik wil wel vooruit blijven lopen, ik wil niet continu draaien. Zo loopt het weer netjes. Ah, ah. Hop. Kom. Je moet aandacht aan je baas gaan geven. Je hoeft niet continu tegen hem op te kijken, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar dat was niet de slimme. Gewoon rustig. Ik wil dat ze rechts van me loopt. Je kan links kiezen, je kan rechts kiezen. Als je mee gaat doen met wedstrijden, weet ik voor wat, is links volgens mij vaste, vaste kant. Ik heb het altijd naar de andere kant. Ze is nog met van alles bezig, behalve met mij. Zusje voorbij. Daar draait alles om, want ze doet alles samen met haar zusje. En dan kan ze nu gewoon niet bij. Ah. Nee. Nee. Kom. Goed zo. Zo ben je braaf, schat. Nee. Hoi, bye. Nee. Nee. Goed zo. Zusje is een kuil aan het graven. Daar wil ze naartoe. Wil ik niet. Mij komen. Het zijn hele korte correcties die ik geef, maar daarna heb ik eigenlijk de riem meteen weer slap. Omdat ik wil dat zij de keuze maakt om mee te lopen. Ja, daar komt de zusje weer voorbij. Dat was mijn been. Ah. Goed zo. Goed zo. Ah. Petsy. Dat hij rechts loopt. Goed zo, Prudens, kijk eens. Prudens. Hey, jullie hoeven niet te. Oh, wat zijn jullie ook erg ook, hè? Nou, alsjeblieft. 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 Ja, dan moet ik nog meer pakken. Oh, jongens, jongens, jongens. Alsjeblieft. 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 Nou, bouw die nog eentje, alsjeblieft. Zo. Pets, kom. Prudens heb ik aan de lijn, sorry. Prudens.
En joh, ook dit is niet de snelste manier. Maar gewoon rustig. Je wil gewoon rustig met je hond kunnen lopen. Geen stress. En dit is wel een manier die heel makkelijk en duidelijk is voor je hond. Deze pup is 6 maanden. Nou ja, meestal als ik überhaupt begin met trainen, begin ik pas na een jaar te trainen. Maar dat komt ook omdat ik er verder niet heel veel waarde aan hecht. Ik wil gewoon mijn honden vrij rondrennen. En naast lopen vind ik meestal niet zo belangrijk. Als ze heel jong zijn, dan gaan ze wel mee de stad in. Na een tijdje gaan ze ook wel weer mee de stad in. Maar altijd maar één voor één. En dat... Dan moet je ze eerst leren om aan de riem te lopen. Voordat je ze de stad meeneemt. Nee? Ik zal jouw riem eventjes naar beneden doen. Want je blijft hem pakken, hè, schat. Ja, ja. Zo. Misschien dat je hem dan wat minder pakt. Hup, aan de goede kant lopen. Zo. Ah. 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 En dit is natuurlijk wat elke hond gewoon lekker wil. He. Lekker los, lekker rennen, lekker spelen. Bodie met de 2 pups. Mijn muisje heb ik gewoon weer even aan de riem gedaan. Ik vind het eigenlijk wel makkelijk als muisje ook leert dat ze gewoon rustig moet zijn. Trouwel gaat daar weer heen. Die zijn heerlijk aan het spelen. Vandoor aan Lilith. Beetje in het strunen. Ja, al is het toch te vroeg. Het is nu 6:15. En de temperaturen zijn toch al behoorlijk hoog. Die worden weer even lekker schoon daar al. Dat is wel fijn. Tisha loopt daar al. Trouble loopt daar. Lilith loopt hier. Pandora loopt hier. Dan gaat Bodie weer voorbij. B is gewoon rustig bij. Muisje. Ja, muisje. Je doet het goed, schat. Nou, Patsy en Prudence. Dus. Wordt weer een prachtige dag. Veel te warm. Veel te warm voor mij, veel te warm voor mijn honden. Maar de rest van de dag gaan we het gewoon rustig aan doen. En dan... Had je raak? De rest komt even kijken. Hey, jij weet hè. Ja. Oké. Nou, dat is weer een mol minder. Ja, hij bijt nog.
Nou, deze mol wat voedsel. Had hij maar sneller moeten zijn.